Hey, vandaag test ik van Maybelline de Tattoo Brow uit. Dit is een soort gel die je gaat aanbrengen op je wenkbrauwen. Je laat hem een twintigtal minuutjes zitten en je krijgt een mooi gevormde wenkbrauw. Het zou 3 dagen moeten blijven en eigenlijk ben ik heel benieuwd naar het effect ervan. Oké, ik ben super benieuwd. Ik weet echt niet wat ik moet verwachten. Na wat ik de vorige keer heb meegemaakt met mijn haar, heb ik zo een paar dagen rondgelopen met roos en groen haar. Dus ik denk van oké, ik ga even wachten tot het bijna weekend is. Want in principe zou het 3 dagen moeten blijven en dan gaat het weg. Dus als het mislukt, dan zie ik er in het weekend gewoon een beetje raar uit. En als het lukt, dan heb ik heel het weekend mooie wenkbrauwen. Maar ja, ik ben heel voorzichtig nu met allemaal nieuwe dingen te testen. Ja, we zullen zien wat het geeft. Hè. Van kleur heb ik de dark brown genomen. Die had de andere ook, de iets lichter, de medium brown. Maar ik had gezien, ik had een paar reviews gezien en ik zag dat ze zeiden van ja, die geven meer een beetje meer rodere schijn. Dus ik denk, ja, met dat ik donker haar ben, riskeer ik het maar. Ik ben echt kei benieuwd. Ik weet echt niet wat ik moet verwachten. Als je het open doet, zit het product erin. Het is eigenlijk een soort penseeltje waar je niet precies mee gaat kunnen aanbrengen. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat zijn aan mij nog. Naar mijn punt toe. Als je het aanbrengt, moet je zeker zorgen dat je wenkbrauwen eigenlijk volledig vrij zijn van make-up. Dus dat je een propere basis hebt. Aangezien het je huid gaat kleuren ook, moet je beter ervoor zorgen dat je huid echt wel proper is, dat er niks van product op is. Dus ik ga eerst met een wattenstaafje, een beetje product, een beetje poeder, wat er allemaal nog op is, ga ik weghalen. En dan ga ik beginnen met mijn wenkbrauwen te kammen met een klein borsteltje. Je kan dat gewoon vinden in de Krasat of die. Dat is eigenlijk een klein soort mascara borsteltje waar ik even door mijn wenkbrauwen ga kammen voor die laatste restjes nog mee te krijgen. Het is de bedoeling van het product om je wenkbrauw voller te maken, maar het is niet de bedoeling om een grotere wenkbrauw ermee te creëren. Dus ik denk dat je voorzichtig moet zijn als je het aanbrengt. En daarvoor vind ik die ook wel heel goed. Als je door je wenkbrauwen mee kamt, kan je echt goed je vorm zien. Van waar begint mijn vorm eigenlijk, tot waar is mijn lijn. Het is eigenlijk vanaf daar dat je moet beginnen invullen. Op de verpakking staat dat je het 20 minuten kan oplaten, je kan het 2 uur oplaten en je kan er ook mee gaan slapen. Om ja, meer effect te krijgen, dan blijft het langer. Ik ga het op 2 uur houden, nu een hele nacht. Misschien een tweede keer kan ik dat wel eens doen, maar een hele nacht. Oké, let's do this. Het is redelijk dik van textuur wel. Apart. Voilà, dit is kant 1. Ik vind het redelijk moeilijk om aan te brengen. Ik gebruik best eerder een iets fijner penseel. Ik laat dit wel geen hele nacht erop. Zeker voor de eerste keer. Dus ik denk sowieso dat je beter bent met een fijner penseel het aan te brengen dan echt met een met het borsteltje. Het is ook redelijk moeilijk als je het in het begin van je wenkbrauw aanbrengt. Dat je echt wel ziet dat je niet te hard die afleiding hebt. Maar dat gaat redelijk moeilijk omdat die kleur is zo donker. Dus het komt er direct op. Als het wel werkt, is dat echt wel een topproduct. Allee, dan vind ik dat echt wel een superleuk idee. Het bestond al in andere merken. Maar ik vind het fijn dat het nu echt wel voor de meeste mensen nu beschikbaar is. Anders moet je online bestellen dat dat bij jou komt. En nu kan je het eigenlijk gewoon in de winkel kopen. Het moeilijke aan dit wordt nu om ze gelijk te doen. Dus dat je de ene wenkbrauw niet dikker of dunner maakt. Dunner kan je nog bijwerken, maar dikker? Dat is zoals je ziet met die filmpjes van die eyeliner. Dat is eyeliner aanbrengen en die begint heel smal, heel fijn. Doe je andere oog en dat begint dan, die komt dan niet in de juiste vorm, dus dan ga je hem dikker tekenen. Een dikker en dan. We gaan focussen.
Ik ben linkshandig, dus dit is echt moeilijk. Misschien moet ik het zo in één strook. Ja. Stel je voor dat je nu moet lezen. Midden. Zo, ik denk dat ik het hiermee ga laten. Ik ga het even een tweetal uurtjes laten drogen. En dan zien welk effect dat het geeft. Of dat het een jee of een nee is. We zullen zien. Ik heb jullie een beetje ingezoomd om te laten zien wat het van dichtbij eruit, hoe dat het er van dichtbij uitziet. Dus je kan goed zien dat het zit er echt goed op. Het doet me zo een beetje denken, als je van die cartoon make-up hebt, dat je zo echt zo die wenkbrauwen echt tekent met zo van die aquapaints. Dat doet me echt aan denken. Dus het is wel uniek. Tadaa! Het moment. Ik ben benieuwd. Oh. Ja. Oké. Je moet het dus blijkbaar aan de punt, daar moet je beginnen om het af te halen. Het voelt niet raar aan of zo. Het is niet dat ik het gevoel heb dat ik mijn haar mee aan het uittrekken ben. En het gaat er eigenlijk heel gemakkelijk af. Maar nee, ik dacht dat er een haar tussen zat. Paniek! Nee. Ik ga het even met het kammetje door. Er is een klein beetje product nog op mijn wenkbrauw, maar wauw. Ik ben echt onder de indruk, hè. Amai. Nu ben ik wel eens benieuwd hoe lang dat effectief zo gaat blijven. Het is wel een beetje mooier als deze, hè. Of vinden jullie deze mooier? Deze look. Zo. Nee? Of deze? Ik zie wel bijvoorbeeld dat ik hier iets minder product heb aangebracht, waardoor dat het hier niet zo gedekt heeft. Maar dat is eigenlijk gewoon een kwestie van het nog eens even nadien een beetje aan te brengen. Maar wauw, zien jullie dit? Dat is toch spectaculair? Ik had eerlijk niet verwacht dat het zo mooi ging zijn. Ik had er al veel reviews van gezien. En ik dacht zo, ja, oké, maar je gaat zien, bij mij gaat dat weer fout lopen. Ik denk dat ik het wel de volgende keer mijn wenkbrauwborsteltje ga aanbrengen. Dat ik iets fijner kan werken. Want je ziet dat bij sommigen heb ik nog een klein beetje gaatjes. En is hem niet zo mooi recht. Maar ik denk als je hem, zeker als je ermee gaat slapen bijvoorbeeld, dat die kleur dan, ja, dat hem dan veel harder dekt ook. Oké, conclusie van dit product. Ik vind het super, super goed product. Ik ben echt, echt onder de indruk. Het is een product dat is lang geleden dat ik nog echt zoiets had van wauw, oké, die lippenstift met die glitteren vond ik ook al super tof. Maar deze vind ik echt, echt fijn. En het goede eraan is, je kan hem echt wel direct bij de winkel gaan halen. Wat ik minder makkelijk vind, is dat het penseeltje had, denk ik, misschien ja, fijner. Ik weet het niet goed. Ik denk, als je het product er goed aan de zijkanten afhaalt, en ik echt zorg dat er bijna geen product is, dan denk ik wel dat je een iets fijnere punt gaat hebben om te kunnen je punt van je wenkbrauw te verfijnen eigenlijk. Zo, dit was mijn review van de Tattoo Brow van Maybelline. Ik moet zeggen, ik ben 100% overtuigd van dit product. Ik zou hem zo terug opnieuw kopen. Heb jij al een van de kleuren geprobeerd? Laat mij zeker weten ook wat jouw ervaringen zijn. De mijne was nu heel positief, maar ik kan mij inbeelden dat sommigen zeggen van oei, bij mij is het misschien iets minder gelukt of ik weet niet, de kleur was niet zo goed. Dus laat mij zeker weten. Ik hou van feedback. Ik hou van de ervaringen van iedereen. Dus in de comment laat maar weten. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Geef het een thumbs up als je het een leuke video vindt. En dan zie ik jullie volgende week. Dag!